Nu in Rauwkost. Ik wist niet dat het zou gaan ontploffen, dus is vanuit de eerste dag meteen echt keihard gegaan. 8 jaar terug moest ik nog boze mentorgesprekken houden van kinderen die te veel tv keken. Dat doen kinderen niet meer. Thumbs up van social media. Dit is Rauwkost. Bart Ongering, beter bekend als meester Bart, is docent op het Open Scholengemeenschap Bijlmer. Al een paar jaar schrijft hij columns over zijn belevenissen en zet zo de VMBO-leerling op de map. Al deze columns zijn nu gebundeld tot het boek Meester Bart op zijn best. Hoog tijd dus om te chillen met meester Bart. Daar is hij al, op de fiets. Hey Defano. Goedemiddag Bart. Hoe is hier veel voor gelezen nu eindelijk in het echt? Zeker, ja. Moet ik je of u zeggen? Je blijft toch een meester? Zeg maar je. Oké, dan gaan we je doen. En hoe ben je begonnen met het schrijven van die columns? Ik ben begonnen met het delen van uitspraken die mijn kinderen deden op school. Ik deelde ze op mijn eigen persoonlijke Facebook. En toen zeiden vrienden en familie en kennissen van Bart, het is leuk, je moet het delen met een groter publiek. Dat heb ik een beetje afgehouden, maar daarna dacht ik van ja, weet je, waarom niet? Wat kan het kwaad? Maar ik wist niet dat het zou gaan ontploffen, dus het is vanuit de eerste dag meteen echt keihard gegaan. En weet je nog misschien toevallig wat een van je eerste uitspraken was die je hebt gedeeld van de leerlingen? De allereerste uitspraak die ik nog weet is: meester, heeft u zalf, mijn gezicht is krokant. Oké, het is meteen een uitspraak die ik herken. En dit betekent eigenlijk gewoon dat je lichaam een beetje droog is. Droog is, ja. VMBO heeft vaak een slechte naam, toch wel een negatieve naam. Helaas. Hoe denk je dat dat komt? Helaas inderdaad. Hoe denk je dat dat komt? Ik denk dat veel ouders en volwassenen het VMBO kennen in verband met negatief nieuws. En dat er zodoende een onterecht negatief beeld van het VMBO ontstaat. Want hoe zou jij dat beeld beschrijven? Wat is VMBO wel? Voor mij is VMBO een klas die bezig zijn met de mens achter de docent. Die vinden zij belangrijk. Zij vinden het belangrijk wat die docent aan heeft. Zij vinden het belangrijk dat de docent oprecht interesse in ze toont. Dat kun je ook niet zomaar faken, want die kinderen zijn slim genoeg om te zien van hé, die interesse is niet oprecht. Klopt. En als jij laat zien dat jij waardering voor die kids hebt, dan zullen zij altijd loyaal naar jou zijn. Heb je door de jaren heen de kinderen zien veranderen? Niet echt. Ze zijn wel meer met hun telefoon bezig. Ze zijn veel meer bezig met social dan 8 jaar terug. 8 jaar terug moest ik nog boze mentorgesprekken houden van kinderen die te veel tv keken. Dat doen kinderen niet meer. Dus nu is dat eigenlijk verschoven naar de telefoon. Heeft die online wereld ze ook echt veranderd? Ik heb het idee dat de kinderen meer weten van de wereld om hen heen. Dat is bijvoorbeeld nu de hele presidentsverkiezing. Dat was 8 jaar terug een ander verhaal. Nu weten de kinderen echt van, oh ja, weet je wel, Clinton, Trump, debat. Wie wordt president? En dat is omdat zij gewoon veel op social zitten. Dat maakt dat je daar ook een betere ingang hebt op school om erover te praten. Thumbs up voor social media. Als je terugkijkt naar je eigen middelbare schooltijd, kun jij dan opnoemen wat voor jou een goede docent was en waarom? Iemand die wil weten wie de leerling is. Als je ziet van ja, hij heeft een slecht cijfer, waardoor komt dat dan? En niet alleen van nou, ik schrijf een 4 op, hier is je 4 en het is klaar. En had jij die docent? Ja, niet heel veel trouwens. Dus zeker niet de meerderheid. Maar er was zeker wel een docent die echt checkte van oké. Ben je nog teruggegaan naar die school om te praten met die docent? Of? Ik ben vorig jaar volgens mij teruggegaan. Hij heeft eigenlijk sinds het begin al gezegd van ja, Defano, weet je, als school het niet is, ga het niet forceren. Ga dan een andere pad zoeken. En wat je nu doet, het gaat ook best lekker, dus misschien moet je dat wel checken. Dus ik ben ook wel blij dat een docent dat ook kan zeggen en niet alleen zegt van nou, je moet school. Wel een mooie fiets. Thanks. Een van deze? Mijn Audi, ja. Oké, ja, doe maar die. Mijn laatste vraag, heb je nog tips voor toekomstige docenten? Jawel, blijf dicht bij jezelf. Dus ga terug naar de tijd dat je zelf op school zat en dacht van hé, die docent die is goed, die docent is minder goed. Nou, je gaat natuurlijk voor die goede docent en die kun je alleen maar vinden wanneer je dicht bij jezelf blijft. Wil jij docent worden? Blijf dicht bij jezelf. Dit was alweer een item van Rauwkost samen met meester Bart. Boek is inmiddels uit, ga checken. Meester Bart op zijn best. Geef dit filmpje natuurlijk een duimpje omhoog, like hem, deel hem. En we kijken ook de vorige items van Rauwkost. En tot de volgende keer. Hoi! Meer zien? Ga naar npo3.nl/rauwkost.